Wat er vanavond gaat gebeuren, we gaan vanavond zingen. Zingen en nogmaals zingen. We zingen de sterren van de hemel. Elke laatste donderdagavond van de maand. Karaoke night. Live vanuit El Sabor de Lori. Live op TTV Express. Een van harte, goedemorgen, welkom. Dit is weer live vanuit locatie. We gaan dus aan u praten over mevrouw Yabini die opgepakt is in Sri Lanka. We hebben het nieuws gehoord, ze is opgepakt met cocaïne. Men praat over 2,5 kilo en de zaak is nu gaande. We krijgen heel wat berichten te horen. Dan horen wij dat ze over 10 dagen geëxecuteerd zal worden. We hebben dat gelezen in Times of Suriname vandaag. En dus de doodstraf staat haar te wachten. En allerlei zaken horen wij. Op Facebook is er een herrie over deze situatie. Men vraagt zich af, van, kan de regering iets doen om die mevrouw weer te krijgen in Suriname? Zodat ze haar straf hier kan uitzitten. Wat kan er allemaal gebeuren? Hoe zit het met het lot van mevrouw Yabini, die nu op dit moment opgepakt is in Sri Lanka? We praten hierover met een terzake deskundige, zou je kunnen zeggen. Ze is niet-residerend ambassadeur voor Suriname geweest van Sri Lanka. Ze is ook jurist, advocaat. Dus ze heeft beide petten op. Dus we kunnen dus dan beide kanten opgaan met mevrouw Ashna Kanai. Met haar praten we vandaag over de situatie. Ja, en we hebben voor u gekozen. Ik zei het al in het interview, omdat u ambassadeur bent geweest. Niet residerend trouwens, maar u bent ook advocaat, jurist. U heeft de ontwikkelingen zo'n beetje gevolgd over die mevrouw. Maar laat me even vragen, hoe zit het met Sri Lanka? Als we denken aan Sri Lanka, waaraan moeten wij gaan denken? Nou, alvast goedemiddag. Welkom. Ik heb bij Sri Lanka is een vrij conservatieve maatschappij. En zoals de meeste Aziatische landen is het vervoeren van drugs, in tegenstelling tot onze regio waar het een gangbaar delict is het in Sri Lanka iets dat op een hele bijzondere, bijzondere manier wordt benaderd. Mm-hmm. Met name, het wordt heel serieus genomen. Veel serieuzer dan wij bijvoorbeeld in deze regio ermee omgaan. De straffen zijn ook wat meer gericht op het echt bestraffen van de persoon. Mm-hmm. En ook gewoon die repressie toch, dat het gewoon niet meer gebeurt. Ja. Dus de boodschap is dan duidelijk, ja. We hebben het nieuws gehoord, een paar dagen terug. Ja. Een jonge dame die is opgepakt, mevrouw Yabini. Wat weet u van de zaak? Dus wat ik weet, dus toen ik het hoorde, ben ik 10 jaar ambassadeur geweest, dus je blijft betrokken. Hmm. Ook de ontwikkelingen in Sri Lanka volgen, dus ik lees regelmatig de kranten online. Hmm. En ik trof in 3 kranten trof ik dus het bericht aan dat een Surinaamse burger was aangehouden. Ze had 2,5 kilo cocaïne bij zich. En op de luchthaven van Colombo in Sri Lanka is ze dus aangehouden en gearresteerd. Dat geloof ik is 7 dagen geleden gebeurd nu. Wat ik toen heb gedaan is natuurlijk met al mijn contacten die ik had in Sri Lanka nog steeds, waaronder ook 2-3 advocaten, heb ik gebeld. Ik zeg, wat gebeurt er in zo'n geval? Ik ken een beetje de common law, dus dat betekent het Anglo-Saxisch systeem van rechtspleging. En wat meestal gebeurt is dat er een lijvig onderzoek wordt ingesteld. Wat ik weet van Sri Lanka nu, met al mijn broninformatie, is dat die mevrouw dus voor in police remand is, dat betekent voor arrest. Ze is door de anti-narcotics unit van de politie van Sri Lanka is ze dus gearresteerd nadat de luchthavenautoriteiten haar hebben aangehouden. En ze is geproduceerd, dat behoort ook te gebeuren binnen een paar dagen na de aanhouding. En als ik me niet vergis, is dat 2-3 dagen na haar aanhouding is dat gebeurd, dat ze bij een magistraat, dat is vergelijkbaar met
soort rechtercommissaris als het ware, die heeft besloten dat de zaak onderzocht moet worden. En de zaak is dus in de B-report stage, dat is een onderzoeksfase, wat kan duren maximaal 6 maanden, maar het loopt soms ook op. Omdat je dan een verlenging en een verlenging en een verlenging gaat krijgen. Dus, als ik u even mag onderbreken, ja, om direct de zaak in een rustige manier verder te bespreken. Die dame, doodstraf staat daar niet te wachten op dit moment zoals er wordt gezegd. Nee, formeel wel, dat kan. Maar het is niet in deze, we zijn eigenlijk in een heel prille fase van het onderzoek. Het politieonderzoek. Mm-hmm. Dus, en dat kan, zoals ik zei, in Sri Lanka, zeker volgens mijn bronnen, 6 tot 9 maanden duren. Dus als in deze fase er voldoende feiten en omstandigheden aan het licht komen om de zaak voor te brengen. De zaak gaat overigens bij de High Court voor, omdat het, ze wordt waarschijnlijk voorgebracht op basis van de Poisons, Opium and Dangerous Drugs Act. Mm-hmm. Dat is denk ik te vergelijken met wat we in Suriname kennen als de wet verdovende middelen. Yeah. Toch? Dus, en dan gaat ze bij de High Court voor. Maar dan zijn er na die onderzoeksfase, is er dus dat de zaak voorgebracht wordt. En dan gaat de magistraat, dat is dan weer een soort van rechtercommissaris, gaat dan haar chargen. Dat betekent zeggen van, ze wordt verdacht van dit feit. En ze moet voorgebracht worden bij een rechtbank. Dat is dan de High Court mm-hmm. in Sri Lanka. Colombo zal het zijn waarschijnlijk. Ze is bij de Negombo Magistrate Court is voorgebracht en haar voorarrest is verlengd. Dat is de status. Wie staat daarbij op dit moment? Ik denk dat op dit moment, wat ik weet, is wat ik uit de media van Sri Lanka heb gehaald. En dat heb ik geverifieerd met juristen daar. Ik weet niet wie die mevrouw bijstaat juridisch. En ik denk dat er wel een rol is weggelegd voor de ambassade om te zeggen van luister, er is, want u weet, de primaire taak, we zien dat vaak over het hoofd, hè, mm-hmm. maar de primaire taak van de ambassade is om toe te zien dat alles goed gaat met de eigen burgers in het land waar de ambassade staat. Ja, ja, ja. In deze is er dus, wij hebben een ambassade die niet residerend is, die eventueel de contacten kan aanleggen om te kijken het wel en wie van die mevrouw. Dus is ze ziek? Weet ze welke rechten ze heeft? Dat soort zaken. Maar natuurlijk, het aanhuren of aantrekken van een advocaat, een lokale juridische deskundige, dat is dan wel een privé aangelegenheid van die mevrouw zelf, denk ik. Ja, u heeft contacten met juristen daar. Is ze alleen opgepakt? Is dat zo? Weet u meer daarover? Dus wat ik heb gezien uit alle mediaberichten in Sri Lanka, zoals de autoriteiten, dat en dat komt ook van de anti-narcotics unit van de politie daar, hebben ze aangegeven dat ze die mevrouw hebben aangetroffen mm-hmm. en dat ze vreemd gedrag vertoonde, waarna ze haar bagage is onderzocht en men heeft in haar bagage als voedsel verpakt, heeft men dus in blikjes heeft men dus kennelijk iets dat cocaïne moet zijn gevonden. Ja. Kijk, ze is nog steeds verdacht, hè? Ze wordt verdacht van. Dus het onderzoek moet komen, misschien ook een scheikundig onderzoek, dat werkelijk die substantie die in die pot zat of in dat blik zat, dat het voldoet aan mm-hmm. wat verboden is volgens de Poisons, Opium and Dangerous Drugs Act. En ze heeft natuurlijk verschillende mogelijkheden wanneer ze eenmaal, u kent het verschijnsel van bail, dat is dan dat je eigenlijk je vrijheid afkoopt terwijl je het proces tegen je afwacht. Omdat ze vreemdeling is, zijn die kansen natuurlijk wat kleiner in mm-hmm. haar geval. En haar paspoort zal in beslag zijn genomen, dat is vrij logisch. Maar je kan dan ook gaan nadenken wat gaat gebeuren in dat proces. En misschien moeten we daar over 6 maanden weer praten. Ja. Maar misschien kunnen we erop vooruitlopen dat ze bijvoorbeeld ze kan onderhandelen. Ze kan bijvoorbeeld zeggen van ja, ik heb het gedaan en ik ben schuldig daaraan, maar ik wil erover onderhandelen. En omdat ze vreemdeling is, gebruikmakende van haar status quo als vreemdeling, kan ze zeggen, ik wil gedeporteerd worden. En dan krijg je dus een soort van permanente deportatie uit Sri Lanka. Je mag nooit meer Sri Lanka binnenkomen, et cetera. Wat ik ook weet van Sri Lanka, en dat heb ik geverifieerd, de doodstraf wordt op papier wel gegeven, mm-hmm. maar het wordt niet meer uitgevoerd. Ja.
Dus de grootste kans is dat het dan wordt omgezet in 20 tot 25 jaar. Dat is dus levenslang, life imprisonment. Maar ook de hoeveelheid cocaïne, laten we zeggen dat het cocaïne is, want dat weten we niet, toch? Als dat die hoeveelheid waarvan ze verdacht wordt, dat is ook vrij veel. Dus, en wat ik heb begrepen, is dat de straf die haar boven het hoofd hangt, ook gerelateerd is aan de hoeveelheid cocaïne. Dus het kan een vrij lange gevangenisstraf worden. Ik blijf het even benadrukken. Op dit moment is ze nog niet gevonnis, zoals we gelezen hebben vandaag in een dagblad. Absoluut. Niet gevonnis. En over 10 dagen zo. Dan zouden we een les moeten leren van Sri Lanka. Want dan gaat het snel. Ze is 7 dagen geleden ze aangehouden. Ja. Ik bedoel, waar ter wereld gaat men zo snel vonnissen? Het is niet... Sri Lanka heeft ook, net als Suriname en andere landen, termijnen heeft en de verdachte heeft rechten en het onderzoek en het onderzoeksbelang en al dat soort zaken. We weten toch hoe lang het voorarrest kan duren hier. Ja. Waarom zou het anders zijn in Sri Lanka? Het is niet waar. Ja, maar men geeft ook aan van als je met een kleine hoeveelheid al opgepakt wordt, kan je dus dan eigenlijk de doodstraf krijgen. 2 gram, 0,2 gram zeg maar. Dus in die Zuidoost-Aziatische landen en met name de landen zoals Singapore en Vietnam, dat weet ik vanuit mijn diplomatieke carrière, omdat sommige collega's, met name van El Salvador en dat soort landen, hadden dan mensen die wel waren gevonnist en wel de doodstraf zouden krijgen. Hè? Zou worden geëxecuteerd. In Sri Lanka, ik denk dat de staat Sri Lanka zegt van de doodstraf staat wel bij ons en het kan worden opgelegd, maar het wordt nooit uitgevoerd meer. Dat is al tientallen jaren dat het niet meer is uitgevoerd. Dus het is niet logisch om te zeggen dat die mevrouw dat doet. En zeker niet nu al. Ja. Maar vanuit Suriname kan er iets gedaan worden om deze zekere dame weer te krijgen in ons land. Om verzoek naar Sri Lanka. Ja, dus ik zou zeker kijken naar... Maar het zou uiteindelijk wel een advocaat moeten zijn. Dus ik zou zeker kijken naar mogelijkheden dat er worden... Er wordt een melding gemaakt, dat zou dan onze ambassade moeten doen of ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Die meldt dat aan de Sri Lankese autoriteiten, aan het ministerie daar, dat we zo'n staatsburger van ons zit daar opgesloten. En wat er moet gebeuren is, er moet een advocaat gezocht worden die haar opzoekt en die haar goed uitlegt wat haar rechten zijn. Ja. Omdat juist in de voorfase ze een aantal rechten heeft, dan, in de onderzoeksfase. Wat gaat gebeuren is dat ze na haar voorarrest gaat ze dus worden voorgebracht bij de High Court. Mm-hmm. En daar kunnen er een aantal dingen gebeuren. Ze kan bijvoorbeeld schuld bekennen en zeggen van plea bargaining noemen ze dat. Dan ga je zeggen van ik wil toch weg, want ik ben toch vreemdeling en ik heb het gedaan en laat me gaan. Dus een soort deportatie. Maar ook dat proces kan een jaar tot anderhalf duren, tot dan. Mm. En dan heb je een ander ding is dat ze een gevangenisstraf krijgt, een aantal jaren, ja. Ja, maar in de meantime, hè, wie waakt over haar? Weet je, dat zou de ambassade moeten doen, toch? De ambassade heeft een taak, maar de ambassade heeft natuurlijk niet de taak om, hè, om te kijken, het gaat om het wel en wie. Is de persoon in leven, is ze niet ziek, is ze... Wordt er gezorgd voor. Ze is in de gevangenis. Hè? Mm-hmm. Dus, en ze is in de gevangenis omdat ze verdacht wordt van iets. En het is een ander rechtssysteem. Dus er is natuurlijk wel consulaire toegang misschien. Dat men met haar praat. Once in a while. Maar ook de afstand. Hè, is dus het beste zou zijn om een lokale advocaat of een deskundige te vragen. Om de vrouw te bezoeken en de informatie bij haar in te winnen. En voornamelijk haar te laten beseffen wat haar rechten zijn. Ja. Maar dat zou de ambassade kunnen doen. Ja, want we hebben met u gesproken in het voorgesprek. En u zegt van, u wil niet overkomen alsof u dit op u wilt nemen. Want nee. U heeft wel contacten. Nee, in het. Contact. Ja, u heeft al gesproken met een jurist in Sri Lanka. Ja. En de mogelijkheid bestaat er dat er gesproken wordt met die dame in Sri Lanka. Ja. Wat moet er gedaan worden? Bijvoorbeeld als u de case zou nemen,
Wat zou de familie nu moeten doen? Want ik zie al dat mensen hier zeggen, we gaan de advocaat inschakelen. Ik kan donatie organiseren, ja. Want er is geld nodig. Er is geld nodig. Die advocaat is er. Er kan contact worden gemaakt. Ik ga geen reclame maken, nogmaals niet voor mezelf en ook niet maar het gaat niet om hier op dit moment, het gaat om de zaak. Het moet geregeld worden, ja, toch? Dus wat we kunnen doen, ja, oké, okay, ja, meneer Harderwijk, wat we kunnen doen is... We kunnen contact maken, ik kan het contact leggen. Ik kan de advocaat vragen om een bezoek te brengen aan Ngombo Jail. Mm-hmm. En dan een statuscode te geven aan die mevrouw van luister, wij zijn er. En eventueel ook kijken wat heeft ze al verklaard, wat heeft ze niet verklaard. Dus ja, dat kan. Dat kan ik doen, waarom niet? En hoe lang duurt dat proces? Dat proces kan tot aan de vonnis. Mm-hmm. Wat ik heb begrepen, kan het 1,5 jaar duren. Mm. Ja. Dus hoe lang gaat ze nog daar moeten zitten? Nou, ze zit 6 maanden sowieso in voorarrest bij dit soort zaken. Ja. Dat is dus van mijn bronnen hoor, heb ik dat gezien. Ja. Maar met een advocaat nu, je neemt nu een advocaat in de hand, kan dat proces niet... Het kan zeker versneld worden, het kan, want dan ga je dus naar de High Court. Mm-hmm. En op het moment dat ze zegt, weet je wat... plea bargaining, ik wil weg, want ik ben vreemdeling, ik heb hier niets te zoeken en als ik dan zo'n lange straf, dan krijg ze een vrij korte straf met een voorwaarde dat ze nooit meer naar Sri Lanka gaat. Ja. Toch? Dat geformaliseerd wordt. Maar goed, ik bedoel, hoe vaak gaan we naar Sri Lanka? Ja, dat bedoel ik. Maar we kijken naar de situatie, want het gaat om drugs, hè. En ja. We kunnen dit niet goedkeuren dat ze dat gedaan heeft. Dat moeten we dus dan... Ik weet niet of ze het heeft gedaan. U zegt ze heeft het gedaan. Ze wordt verdacht. Het nieuws dat wij hebben gehoord. Ze wordt verdacht van iets. En een verdachte heeft rechten en... elke rechtszaak, elke strafzaak heeft een bepaald resultaat. En weet je, dus ik weet niet of we nu moeten zeggen. En natuurlijk is het, als ze dat zo hebben gedaan, is het niet goed te keuren. Maar er zijn vaak, weet je, er zijn, met name bij couriers, bij drugscouriers, zijn er vaak, is het een heel samenraapsel van omstandigheden. Weet je, dus ik denk niet dat we die mevrouw op dit moment... Ik wist niet eens dat het een mevrouw was hoor. Ik heb gewoon een burger en zo moeten we het ook bekijken. Ja, het is een medeburger van ons. Als we daar iets aan kunnen doen, iets voor kunnen doen, moeten we dat doen. Ik denk niet dat we moeten gaan kijken. Ik heb het eerder ook gehad. Toen hadden we, als ik me niet vergis, was die persoon in Mumbai. Toen was ik wel de zittende ambassadeur. En ik kan me herinneren dat ik heb me niet eens bezig gehouden met wat hij heeft gedaan. Ik heb me bezig gehouden met, wordt er goed voor hem gezorgd? Wordt hij niet... Weet je, hoe gaat het met de mens? En ik denk dat wij dat onderling ook moeten bespreken. Als we die mevrouw kunnen helpen, moeten we dat zeker doen. Ja. Hoeveel zal dat kosten ongeveer? Heeft u een beeld? Dus ik heb geen beeld, maar ik weet niet als die advocaat me zou kunnen. Maar het is iemand die graag helpt. Dus hij heeft ook al aangegeven van luister, als je wil ga ik alvast kijken wat ik kan doen. Omdat... Hoe vaak heb je een Surinamer in Colombo? Hoe vaak heb je een Surinamer in de gevangenis in Colombo? Toch? Dus men heeft automatisch een soort van, waarmee kan ik helpen? Ja. En ik ben blij dat ik die advocaat heb gevraagd. Ik zei, luister, als we worden benaderd, dan zal ik zeker kijken dat je nummer wordt verschaft, verstrekt. En dat mensen dan contact maken... En praten. Ik wil dat wel begeleiden hoor, daarvan. Ja, ik hou van die opmerkingen, want je hebt heel wat mensen, vooral de afgelopen dagen, op Facebook zeggen van, akise mooi, zei je show naar drugs, al dat soort sani, koskosi. Maar je zegt, er ligt nog heel veel. Ja, ik zou niet, kijk, weet je, ik zeg altijd, gedane zaken nemen geen keer. Mm. Dit is het, dit is de realiteit. En we kunnen 2 dingen doen, we kunnen onze ogen sluiten. Of we kunnen gaan zitten verwijten. Maar er is altijd een derde optie en dat is van luister, wat kunnen we hieraan doen? Yeah. En wat we kunnen doen, ik vind het ook heel vervelend dat de media er zo mee omgaat hoor. Mm-hmm. Ik moet het eerlijk zeggen. Welke doodstraf? De doodstraf wordt niet opgelegd meer. De doodstraf wordt op papier, het is echt een papieren tijger in Sri Lanka. Maar men hoort Sri Lanka, men denkt aan Vietnam. Ik begreep dat niet. Ik bedoel, hoeveel... We hebben toch aardrijkskunde les gehad? Vietnam is daar, Sri Lanka is daar, ergens onder. Ja. Weet je, dus... En elk land gaat anders om. Maar goed, de sociaal-economische situatie in Sri Lanka is verschrikkelijk. We hebben het gezien op tv toen het paleis werd bestormd in juli. Dus alles is erg daar. Het normale leven. Dus... Hoe zal het zijn in de gevangenis? Ja. En moeten we ons dan niet zorgen maken over
Een vrouw, nu hoor ik van u dat het een vrouw is, zit in een gevangenis waar ze niemand verstaat. Ja. Want Singala lijkt niet op Hindi. Laten we dat. En mevrouw Yamini zal geen Hindi kunnen. Ja, dus precies. Begrijp je? Je verstaat niets. Je weet niet wat je moet zeggen. Wat je moet vragen. Precies. Dus het zou wel fijn zijn als we die discussie, wanneer ze eenmaal terug is, voeren met haar. Ja. Dat ze verkeerd heeft gehandeld. En dan zal mevrouw Yabini ons vertellen dat niemand het ooit meer moet proberen. Weet je, maar het is al eenmaal gebeurd, toch? Ja, want we lezen dat de organisatie haar in de steek heeft gelaten. Dat weet ik niet. Kijk, dat weet ik niet en dat staat ook niet in die krantenartikel die ik heb gelezen. Times of Suriname schreef dat ook. Dus als Times dat heeft geschreven, dan zal Times een bronvermelding moeten hebben. Maar ik weet, dus wat ik weet van de Lankese kranten, ik heb, op een gegeven moment heb ik ook een aantal gestuurd naar u, want ik dacht, dit staat er, waarom wordt er iets anders gezegd? Als 7 kranten van de Nieuwsroom dat zeggen, dan denk ik dat we ons daar een beetje aan kunnen houden. Yeah. Ook heb ik gevraagd of mijn collega in Sri Lanka even de zaak zou kunnen volgen. En ook hij bevestigt dat die mevrouw in voorarrest is. Yeah. In de onderzoeksfase B, report stage. Dat is het. De geruststelling in dit interview is dat ze dus dan niet gevonnis is voor doodstraf. Nee. En dat we vanuit Suriname nog iets kunnen doen om haar hier terug te krijgen. Ja, ik denk dat het nog kan. Alleen dat terugkrijgen, dat is de volgende fase, na de onderzoeksfase. Dat moet echt eerst zijn afgesloten. Mm-hmm. En dan gaat de zaak voorgebracht worden bij de High Court en daar kan het. Ja, daar kan het. Vanaf wanneer kan de familie dus dan contact maken? Ik denk dat de familie zo snel mogelijk contact moet maken, want ik denk dat we moeten kijken. Of belanghebbenden, ik weet niet, weet je. Als men de mevrouw wil helpen, ik denk dat het goed is als men dan echt die advocaat in Sri Lanka benadert. Ja, maar dat moet via u. Dat kan, maar je kan ook online gaan en advocaat vinden. Maar ik heb nu toevallig, hoor, omdat ik een beetje betrokken ben, u vroeg me ook om er wat over te zeggen. Dan ga ik niet, weet je, ik wil wel zinvolle dingen zeggen. Mm-hmm. Maar ook omdat ik als ambassadeur heb gewerkt en, weet je, we hebben met die COVID-situatie, ben ik heel dicht bij mensen geweest. Er waren Surinamers gestrand in India. Ja, en die moet je helpen. En dan doe je wat je moet doen als ambassade. Het is niet alleen maar foto's maken en mooie conferenties bijwonen. Mm. Maar het is dit. En dit is de primaire taak op grond van het Wiens-verdrag in zaken diplomatieke betrekkingen. U moet er zijn voor uw eigen burgers in de ontvangststaat. Inderdaad. We gaan afsluiten, mevrouw Kanai. Wat geeft u tot slot mee? Hebt u geen vragen? Ik dacht er vragen waren. Je wil meer vragen hebben. Nee, dat ding is, ik heb een post gedropt en ik heb zoveel vragen gehad, maar alle vragen zijn beantwoord. Oh. Direct toen u zei van, geen doodstraf meer, want iedereen zat er mee. Geen doodstraf meer en die dame kan nog gered worden natuurlijk. Ja, die kan terug naar Suriname. Ik heb 2 voormalige ambassadeurs van Sri Lanka gebeld ook, om dit te verifiëren. Mm-hmm. Ik heb met 2 advocaten gesproken en allemaal zeggen maar nee, dat wordt het niet. Mm-hmm. Ze kan op papier wel de doodstraf krijgen, mm-hmm. maar het wordt niet uitgevoerd meer in Sri Lanka. Dat is geen gebruik meer. U zult voor ons ook natrekken hoeveel ze kan krijgen, hè? Ja, dus wat maximum is 20 jaar. Maar gaat het zoveel zijn, denk je? Misschien niet. Kijk, als je gaat voor die plea bargaining, maar dan moet ze wel voor haarzelf zeggen bijvoorbeeld, ik ben schuldig. Ja. Toch? Maar dan is er volgens mij, ik weet niet hoeveel onderzoeksbelang er nog is, want er is natuurlijk wel een speciale unit die zich bezighoudt met narcotics. Wat is het? Narcotic unit van de politie daar. Mm-hmm. Ik weet niet. Ik zou niet kunnen weten nu, in deze fase, hoeveel straf ze kan krijgen. Oké. Mooi, maar wat er ook kan spelen, u wilt nog veel vragen, dan ga ik die vragen stellen. Wat er ook kan spelen, is dat bij het onderzoek ze dus dan ook willen nagaan van wie staat achter die mevrouw, wat gelopen, die mevrouw komt vanuit Suriname, Brazilië, naar Qatar en naar Sri Lanka. Ja. Ik bedoel, ik denk dat er een organisatie of zoiets erachter dat moet gaan zitten. Dat zou kunnen, maar dat weet je niet. En ik weet niet wat ze heeft verklaard tot nu toe, toch? Dus je gaat het ook niet weten. En in deze fase is het voor mij ook niet belangrijk om te weten. Waarom niet? Want kijk, de drugs is vervoerd, komt het uit Suriname? Dat weten we ook niet.
Ik weet niet, als ze zoveel heeft gereisd, toch? Dus ik weet niet of het voor ons nu relevant is om die discussie te hebben. Mm-hmm. Een ander ding is, het is al erg genoeg dat ze daar is gearresteerd. Dus wat we kunnen doen is kijken naar hoe helpen we de arrestant zelf. Ja. Op basis van de rechten die haar toekomen. Ik zou niet over die organisatie willen praten. Waarom niet? Omdat ik niet weet. Ik weet niet. Die mevrouw is zelf verdachte. Er wordt ook niet daarover gesproken in de media in Sri Lanka, hoor. Oké. Dus het is een mevrouw die blikjes had in haar koffer, kennelijk. In haar luggage staat er dus bagage. En daarin zat er iets dat waarschijnlijk als cocaïne wordt aangemerkt. Mm-hmm. Maar ik weet niet of het een organisatie is. Het kan best. Ja, kan best. Maar goed, we gaan toch afsluiten. We bedanken u voor het willen afstaan van het interview. De familie kan dus dan contact met u opnemen. Uw nummer heb ik. Ik denk, mogen we het wel doorgeven? Ja, ik ga mensen zeggen, ja, zoekt dit en dat. Ik zoek niks. Mensen zeggen altijd iets dus. Ja, maar dat is ook zo. En niet iets waar, ze mogen twee dingen zeggen, drie dingen zeggen. Maar wat leuk is, voor mij was het leuk om dit te doen, omdat ik denk dat het heel informatief is geweest. Mm-hmm. Een ander ding is dat ik hoop echt, want dit is echt een belangrijke fase in dat proces, om die mevrouw bij te staan. Dus ik hoop echt dat als er mensen zijn die haar echt oprecht willen helpen, dat ze dat nu doen. Oké. Ja. Dank u wel. Ook een fijne dag, hè. Ja. Dank u wel. Ja hoor. Mooi, en zo hebben wij gesproken met mevrouw Ashna Kanai. Ze is advocaat en niet residerend ambassadeur geweest voor Suriname. Maar goed, u kunt contact opnemen, de familie. U kunt contact opnemen met mevrouw Kanai, rechtstreeks als u dat wilt. En dat is op het nummer 8593527. 8593527. Als dat u niet lukt, kunt u altijd nog contact opnemen met DTV. U kunt mij ook even een appje sturen. Dan breng ik u in contact met mevrouw Ashna Kanai. En verder dus dan met de juristen in Sri Lanka om mevrouw Yabini weer te krijgen in Suriname. De boodschap is duidelijk, want dat vind ik heel cool. Geen doodstraf voor die mevrouw. Die mevrouw is ook nog niet gevonnis. Niet waar, zoals een dagblad vandaag schrijft, dat ze over 10 dagen geëxecuteerd zou worden. Dat klopt niet. Weet je, en dat is fijn om te weten op deze ochtend. En al die jugu-jugu op Facebook, jullie kunnen nu wel ermee ophouden hoor. Die dame wordt niet doodgemaakt in Sri Lanka. DTV heeft het als primeur gebracht voor u. Een hele fijne dag verder. We zijn later weer in gesprek, maar dan praten wij met meneer Doekie vanuit Nikeri over heel wat politieke zaken. Blijft u kijken. Vanavond gaat gebeuren, we gaan vanavond zingen. Zingen en nogmaals zingen. We zingen de sterren van de hemel. Elke laatste donderdagavond van de maand. Karaoke night. Live vanuit El Sabor de Lori. Live op TTV Express.